Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Daan de Wit. Daan, welkom. Ja, weer terug. Weer terug, de tweede keer. Ja. De vorige keer hebben we het gehad over je geweldige boek Cholesterolmythe. Dank je. Heel erg leerzaam. Maar je hebt meerdere boeken geschreven. Volgens mij, je bent onderzoeksjournalist, maar ook wel van het type, ik bijt me er helemaal in vast. Ja, ja, echt. Van 24-7. Ja, ja, ja. En dan krijg ik ook reviews over van die man die leest zich helemaal te pletter, omdat er heel veel bronnen bij zitten. Beetje manisch. Je doet het of je doet het niet. Ja. Weet je, dit boek over dossier Mexicaans Schipper 2010, ik zeg echt, daar staat echt alles in wat je kan weten, mogelijkwijs, over dat onderwerp. Ik had ook gehoopt dat er een parlementair onderzoek van zou komen. Ja, maar dan was dit boek bijvoorbeeld ook echt de basis ervoor, zo degelijk heb jij het aangepakt, hè? Ja, precies. Dat was wel toen mijn bedoeling. Later kwam een onderwerp iets dichter bij mezelf, gezondheidsvoeding. Omdat ik om me heen zag hoe mensen ziek werden, gewoon ook in privéomgeving. Ja, deze is al lekker veel aangeraakt. Ja, dat is mijn eigen exemplaar. Corona-proof. Weet wat je eet. Ja. En de ondertitel zegt heel veel: gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. En dat is ook een beetje een thema in mijn leven geworden, dat ik de hele tijd zie van, hé, we vergeten eigenlijk die oudste kennis. In dit geval ging het dan over volken die al duizenden jaren hebben bewezen gezond te kunnen leven. Wat is dan hun geheim? En het geheim is eigenlijk dat ze hele grote hoeveelheden vetten, vitamine, mineralen tot zich nemen. Terwijl ze ondertussen heel verschillend eten, want een Eskimo eet natuurlijk heel anders dan een Aboriginal of een Maori of een Maasai. Maar dat thema, dat we die oude kennis vergeten. En ik merkte tijdens dat boek, dat eigenlijk is zo'n boek ook een heel creatief proces, dat een soort boog ontstond, dat die nieuwste wetenschap die oudste kennis bevestigt. Maar dat we er eigenlijk precies tussenin zitten en het gek vinden dat we massaal dik en ziek worden. Ja, ik zelf volg ook heel veel podcasts van allerlei MD's, vooral uit Amerika. En allemaal komen ze weer uit, dus inderdaad, bij de oudheid. En, ja. En ook met een grote fascinatie van hoe wisten ze in godsnaam toen wat we nu kunnen meten. Hè, of waar we nu de kennis veel meer over hebben dan toen. En ook hoe zijn we het verloren geraakt. Of hoe is die kennisoverdracht. Ja. Waar hebben we ergens de verkeerde afslag genomen. Ja. Of zijn we misschien toch heel erg gaan leunen op de farmaceutische industrie. Nou, daar zit wel inderdaad een link. En daarom was het ook niet zo gek dat ik na dit boek uit 2010 nu uitkwam bij Prikken Ja of Nee, boek uit 2021. Ja, daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Je hebt een e-book. Ja. Prikken ja of nee, alle voor's en tegen van coronavaccinatie. Ja. Nou, als je dat net zo degelijk hebt gedaan als je alles doet. Want dit is natuurlijk wat heel veel mensen willen weten. Ja, maar over deze boek heb ik echt 2 jaar per stuk gedaan. En die maar 2 maanden. Want als ik er 2 jaar over had gedaan, Dan was je alweer te laat. Ja, dan was ik natuurlijk veel te laat. Ik was eigenlijk al aan de late kant. Maar toch hebben heel veel mensen daar ontzettend veel aan. Omdat ze die 2 kanten niet horen in de media. Je hoort eigenlijk maar 1 kant. Er is 1 narratief, heel erg sterk. Dat viel me op ook al tijdens de Mexicaanse griep. Dat was natuurlijk een korte periode. En we keken er later, eigenlijk 10 jaar lang, keken we er hoofdschuddend op terug. Van, goh, wat hebben we toch veel fouten gemaakt. Goh, hoe kan het dan nou toch zijn dat we in zee zijn gegaan met bijvoorbeeld de WHO, die zo ontzettend belangen verstrengeld is. Met de Europese Medicijnagentschap, dat ook zo belangen verstrengeld is. Dat we Ab Osterhuis hebben geconsulteerd, terwijl hij eigenlijk met 3 pet op bij DWDD in 2009 zat te vertellen. Dat de Spaanse en nu weer griep bij Op1. Ja. Vaste gast. En dan komt weer de Spaanse griep om de hoek kijken. Terwijl als je daar echt goed naar gaat kijken, gaat die vergelijking gaat gewoon niet op. En die modellen komen iedere keer niet uit. En je had het net over, wat kunnen we nou leren van in dit geval van die oude volken, of van gezond blijven. Dat heeft eigenlijk toch te maken met eigenlijk terugkeren naar wat we zelf zijn, natuurwezens, om het zo maar te zeggen. Ja, dat we onderdeel zijn van de natuur. Ja, dat we eigenlijk ook weer accepteren. Dat we dus een heel goed functionerend immuunsysteem hebben. Ja, wat eigenlijk fantastisch werkt. Wat eigenlijk fantastisch werkt en wat ook blijkt uit de cijfers. Notabene cijfers die worden verteld iedere keer door Jaap van Dissel bij de Tweede Kamer briefings. Die zegt gewoon eerlijk, weliswaar met niet helemaal goed grafisch weergegeven eerlijke piramides. Maar toch zegt hij wel, ja, eigenlijk is het voor ruim 98% van de Nederlandse bevolking, is corona niet of nauwelijks een probleem. Sommige mensen krijgen het en die hebben wel degelijk een probleem. Een vriendin van mij is net hersteld. Ja, was dat nog corona? Ik weet het niet. Het was in ieder geval heftig. Maar die doet het nog verder prima. Maar dan zie je dus dat het inderdaad allemaal hartstikke goed werkt, het systeem. Ja, dus je zou ook kunnen zeggen, we kunnen ook zeggen, er komt een best wel heftig virus voorbij. En zeker 98% zijn dus sterk genoeg. Het immuunsysteem werkt zo goed.
dat je het zelf kan oplossen. Dat geeft toch net een ander beeld. Totaal ander beeld. Dat is wat je eigenlijk moet vertellen. En dat wordt ook wel verteld hier en daar. Maar het grote narratief is, corona is eigenlijk voor iedereen een groot probleem. Dus begin het e-book ook met 10 aannames. Want voordat je uitkomt bij de vraag prikken ja of nee, merkte ik ook weer tijdens het schrijven, dat er eigenlijk 10 aannames aan vooraf gaan. Een van die aannames is ook, de natuur faalt, wij moeten er wat aan doen. Nee, de natuur faalt helemaal niet. Dat leg ik dan ook uit in dat eerste hoofdstuk. En een andere is dus inderdaad dat niet iedereen kwetsbaar is voor corona. Dat dachten we de eerste paar maanden. Sterker nog, dat dacht ik zelf ook. Ondanks dat ik dit boek had geschreven, dacht ik toch, ik was echt onder de indruk van in maart, april vorig jaar. Ik denk dat we dat allemaal waren. We gaan zo meteen de diepte in, maar toch heel even gewoon over jouw vak. Onderzoekjournalist. Kijk, Follow the Money is natuurlijk ook door middel van donateurs. Daar zit nu ook echt nog heel degelijk onderzoekjournalistiek. Er is gewoon nog heel weinig mensen die jouw vak beoefenen. Die dus zo grondig dat doen. In Nederland in ieder geval. Maar wereldwijd zijn dat ook nog niet meer zo heel veel. Vind je dat ook of niet? Of je zegt, nee, er zijn heel veel onderzoeksjournalisten. Die dus zo degelijk al die bronnen afgaan. Nou nee, het gebeurt te weinig. En ik zie eigenlijk ook echt een waterscheiding nu met corona en de media. Dus voor corona keek ik met een veel serieuzere blik nog naar de reguliere media. Weliswaar was ik al in 2000 begonnen met een website waarbij de ondertitel was Het Nieuws Achter het Nieuws. Omdat ik toen al nodig vond dat er een diepere blik moest worden geworpen. En toen mijn interesse voornamelijk geopolitiek, daar kwam dit eerste boek uit, De Volgende Oorlog. Dat gaat over hoe een oorlog wordt voorbereid tegen Iran. Een oorlog waarvan ik bang ben dat die nog steeds gaat komen. Maar toen zag ik al dat het echt wel nodig was om dieper te graven. En omdat het er toen niet was, inmiddels zijn er heel veel websites, ik ben ook met die website gestopt, Deep Journal heette die, dacht ik van iemand moet dat doen. Ook op die manier ben ik aan dit boek begonnen. Maar inderdaad gebeurt het toch. Geldtekort, snelheid, het is in ieder geval wel iets. Ik heb meerdere mensen hierover geïnterviewd en die zeggen ook ja, de oude wetse onderzoeksjournalist, maar ze zeggen ook allemaal, die moet ook een beetje gek zijn. In de zin van, ja, bijna manisch zich daartoe willen committen. Ja. En daar, ja, dag en nacht bevlogen mee bezig zijn. Ja, en dat blijkbaar in de jaren 70, 80 gewoon veel meer was dan nu. En jij bent dus nog één van die. Nou, weet ik niet. Ik hoop het. Dit is wel een grappig voorbeeld hierbij. Dit boek, dat heb ik in 2010 gemaakt, terwijl die griep was in 2009. En achteraf toen ik terugkeek, toen bleek dat ik 9 maanden hieraan had gewerkt met 1 vrije dag per maand en echt serieus ook per kwartier had bijgehouden hoeveel ik werkte, zodat ik echt serieus minimaal 8 uur per dag daaraan zat. Dus ik was ook helemaal op naar dit boek. Dus je kan er ook in doorslaan. Ik ben inmiddels. Ja, maar ja, wij willen toch als consument hopen we dat er dat soort mensen zijn die dus dat soort degelijk werk doen. Maar ja. Goed, even dat dossier Mexicaanse griep. Je hebt met zo je tanden ingezet. Zie jij nu herkenbare patronen? Terwijl in eerste instantie toch ook maart, april vorig jaar even hu. Maar zag je toch al vrij snel, ik zie dingen die ik eerder heb onderzocht. Ja, dat hu, dat was omdat ik ook maar een mens ben. Ja, onderdeel, zoals ook artsen dus onderdeel zijn. Ja. Dus iedereen was bevangen, welk vak je eigenlijk ook deed, denk ja. ik. By the way, is wel interessant om te zien dat ook in de overheid was dat huurgevoel. Maar was er ook die verwarring en die serieuze angst. En toen ging in één keer daar een knop om. En toen dachten ze wat nu dan heet a great opportunity. En dit moeten we aanvatten om hier iets mee te gaan doen. Hier iets nuttigs mee te gaan doen, de maatschappij te hervormen. Dat is wat ik denk over wat er toen is gebeurd. Jij het dan nu over de Great Reset? Heb ik het uiteindelijk wel over de Great Reset, ja. Ik zie daar echt wel. Moet je dat toch even toelichten dan? Nou, de Great Reset is ten eerste een fenomeen en niet zomaar een uitspraak. Afgelopen kerst zat ik ook over de Great Reset te praten met gewoon familie. En die dachten dat ik het ter plekke bedacht. En het had over, de maatschappij moet veranderen. Zij zei, inderdaad, de maatschappij moet groener. Weet je, al die bekende woorden over inclusiviteit, et cetera. Nee, de Great Reset is een fenomeen van het World Economic Forum. Die komen elk jaar bij elkaar. Het is bedacht door ene Klaus Schwab. Die heeft een hele visie op het mens zijn. Die gaat er recht tegen in. Dus niet een beetje, een paar graden. Maar die gaat recht tegen in de ondertitel van dit boek.
Dat je echt gaat kijken naar de natuur en daarvan gaat leren. En eigenlijk dieper de natuur in, ook dieper jezelf in. Uiteindelijk voor mij wat met meditatie, maar in ieder geval naar binnen. Ja, en dat je zelf, dat de mens zelf in staat is om veel te doen. Ja, en ontzettend veel je nog sterker kan maken. En zelfs nog met terugwerkende kracht. Ja, dingen kan repareren. Ja, bijvoorbeeld, ik was astmapatiënt, maar ik heb door levensstijl zo goed als weg. Ik had reuma, door levensstijl veranderen, zo goed als weg. Fantastisch. Dus de mens kan zelf veel doen. Ja. Maar het zelfhelend vermogen is enorm. Ik heb allerlei mensen geïnterviewd met verhalen zoals jij. Enorm probleem, gezond gaan leven, gezond gaan eten. Stress, meditatie, of ademhalingsoefeningen, allemaal dat soort dingen. En medicijnen gingen de deur uit. Ook bij cholesterolmeet heb ik je vorige keer al verteld wat je daar wel niet kan doen. En uiteindelijk ook daar allerlei mensen gesproken, ook exit medicatie. En zijn nu hartstikke gezond. En het geeft mensen natuurlijk toch ook een... Ja, je gaat weer van patiënt. Want je bent patiënt, ja. Je bent afhankelijk, ja. Je bent afhankelijk van die medicijnen. Dat je het gevoel hebt, ik kan het weer zelf in handen nemen. Dat is een heel belangrijk iets voor het zelfvertrouwen ook van mensen. Ja, ja je moet dus ook, ik pleit ook echt aan het eind van dit boek over zelfverantwoordelijkheid. Je moet echt je leven eigenlijk in eigen handen nemen. Beseffen van, nou, we leven in een toxische wereld, maar ik ga zelf... Ik zeg dan altijd als een soort jager-verzamelaar door de supermarkt. En ik pik eruit wat goed voor me is. En op die manier kan je dus je leven eigenlijk naar je hand zetten. Maar dan moet je dus wel daar uitstappen uit die modus van inderdaad wat jij zegt. Ik ben een patiënt en geef me een pil en ik los het op. Nee, kijk naar waarom je überhaupt zogenaamd patiënt bent geworden. En kijk wat je daaraan kan doen. Maar nu terug naar de Great Reset. Nou, de Great Reset, dat gaat precies de andere kant op. Ja. Dat gaat er vanuit, nee, het menselijk systeem faalt. Hè, die baas van Moderna, daar zag ik een clipje van. Dat citeer ik ook in het e-book. Kan je gewoon op de link klikken, gaat het filmpje spelen. En die hoor je gewoon zeggen, ja, we hacken de software van het leven. Hij noemt het informatietherapie. En dan zegt hij erachteraan, voor zover wij de informatie snappen. Dan denk ik, ja, inderdaad. Want wat je dan doet, is het kan wel zijn dat het op dat ene plekje werkt. Maar wie weet, als er daar iets verandert, verandert er daar niet ook wat. Dat heb je al zo vaak gehad. Is het ook dat we een soort van niet bescheiden staan naar de grootsheid van het... van iets wat tot leven komt. Hè? Ja. Dus als je een bak moleculen en je schudt zo, dan gaat het niet leven. Weet je wel? Dus er is iets nee. Heel magisch waar we inderdaad een deel van snappen. En dat heeft ook heel veel goeds gebracht. Maar een heel deel begrijpen we niet. Ja, en bij de Great Reset stappen ze er gewoon groot in, alsof we het alles begrijpen. Ja, en dan maken ze zelfs een heel concept van, dat noemen ze transhumanisme, waarbij ze niet een beetje dus, maar exact de andere kant op gaan en allemaal chips en dingen in je willen stoppen, maar waarschijnlijk ook helemaal niet beseffen, doorhebben hoe het werkt en wat er allemaal wel niet mogelijk is. Nee, er werd veel geapplaudisseerd vanuit de zaal toen die CEO van Moderna dat vertelde. Het werd eigenlijk gebracht als een utopia. Ja, maar het is heel arrogant. We worden nooit meer ziek. Ja. Dus ook dat mRNA-vaccin was natuurlijk in eerste instantie ook bedoeld voor kanker. Dus dat wordt daar op die manier ook nog op die manier gepresenteerd. Ja. We gaan gewoon alle ziektes de wereld uit. Ja. En ik denk dat dat ook altijd de payoff is bij Janssen en Janssen. Oh, die adverteren daarmee. Dat is altijd de payoff natuurlijk van de farmaceutische industrie. Ja. Jij hebt daar echt je twijfels bij. Nou, ik denk dat het een heel arrogante visie is. En dat je eigenlijk heel erg bescheiden zou moeten zijn. En we weten inderdaad bijna nog maar niks. Maar we gaan nu al in allerlei genen zitten knutselen. Dan heb je dus over het mRNA. Nou, niet per se. Ik heb het meer over het algemeen. Maar ik hoorde wel laatst de uitvinder van het mRNA vertellen dat het ging over gene therapy. Dus hij noemde het wel zelf genetherapie. Ja. Dat is toch iets anders? Nou ja, ik bedoel, dan ga je toch wel in genen knutselen. Moet je dat wel doen? Moet je die arrogantie hebben? Het lijkt mij niet. En het is ook helemaal niet nodig, denk ik. En mensen klappen er wel. Maar... Ja, nou ja, het is niet helemaal nodig, maar het is toch, kijk, oké, je hoort tot die 2%. Nou, dat is vooral als je ouder bent. Ja, en onderliggend lijden hebt. Ja, en onderliggend lijden, als we dat specificeren, dan is dat toch vaak diabetes 2. Obesitas is een hele belangrijke. Hartklachten. En wat is dan een rol van een virus? Is dan een rol van een virus heel erg slecht? Je zou zelfs kunnen argumenteren dat zo'n virus nog een nuttige functie heeft, omdat hij de grote groep sterk houdt. Klinkt een beetje wreed, maar ik heb het dan ook over mensen die ik ken, zoals mijn vader. Ja, dat zijn de zwakke broeders. Die weten al dat ze in de richting van de uitgang gaan. En zelfs dan kan je nog heel veel doen, hè? Ook met allerlei medicatie. En je kan in het traject nadat je ziek wordt, kan je ook heel veel doen om dat te voorkomen.
Maar op een gegeven moment is het natuurlijk afgelopen. We gaan allemaal dood. Jij gaat dood, ik ga dood. Is dan een virus dan iets wat je helemaal moet uitstampen en weghalen, zoals ebola? Kijk, ebola, dat willen we niet. En in het hele begin had ik ook een ebola-gevoel bij... Ja, want daar is de sterfte vele malen groter. Ja, 50-70%. En nu zitten we op 0,15? 0,15%. En dan neem je dus iedereen bij elkaar. Ook die hele oude, zwakke mensen. Ja, of degene met obesitas en onderliggend lijden. Ja, precies. Nou, ja, dat bedoel ik met zwak. Ja. Nee, inderdaad. Dus als je dat gaat terugbrengen bijvoorbeeld naar andere groepen... Dick Bijl hoorde ik laatst op de radio zeggen... dat eigenlijk voor iedereen onder de 70 corona een niet een vreselijk groot probleem is. Misschien even toelichten. Ik heb Dick Bijl hier ook geïnterviewd. Ja. Maar misschien toch even dat je hem toelicht. Van, nee, hij heeft heel groot onderzoek gedaan, ook naar het griepvaccin. Hij heeft een boek geschreven over de griep, waarin hij ook helemaal niet enthousiast is over het griepvaccin. Hij heeft geloof ik 20.000 wetenschappelijke artikelen gelezen, gereviewd. Hoofdredacteur van de geneesmiddelenbulletin geweest. Ja, dus die man weet echt wel waar hij het over heeft. En die zegt dus dat het voor die groepen... En dat is eigenlijk analoog aan wat notabene dus in de Tweede Kamerbriefing wordt verteld door Van Dissel. Dat het voor die grote groepen niet of nauwelijks een groot issue is. En dan moet je daar ook nog weer onderscheid in maken. Inderdaad, is die 70er, is dat een hele oude, dikke, zieke 70er? Om het zo maar te zeggen, of niet. En dat maakt dan ook nog een heel groot verschil. Dus als je dan nu in deze fase, waarin we nu aan het opnemen zijn... Hè, we zijn nu het is bijna zomer, worden kinderen gevaccineerd. Nou, we zitten nu even gewoon inmiddels hebben 13 miljoen Nederlanders een prik gehad. Ik weet niet, 1 of 2. En we zitten nu... mijn dochter heeft net een oproep gehad, dus we zitten nu in 1998, maar... bij Hugo de Jong op zijn Twitter, die zei ook vandaag van 2000 en 2001 mogen vanaf nu ook. Ja. Nou, dan doe ik heel even gewoon alsof ik alleen maar het gewone nieuws lees. Dan is het goed voor de kudde, zeg maar, hè, dat we ons allemaal laten vaccineren. Dat wordt ons vooral verteld. Groepsimmuniteit opbouwen. Dus ook al zit je dan onder die 70, wat Dick Bijl zegt, dan is het voor de groep beter om die groepsimmuniteit op te bouwen. Ga het nou eens in die groep vragen. Die groep, daar hoort dus mijn vader toe. Die heeft 5 zoons. Ik ben de oudste daarvan. Denk je dat die aan ons zou vragen dat wij bijvoorbeeld in een lockdown gaan zitten, of wij een griepprik zouden nemen of een andere vaccin zouden nemen met een groot risico op problemen? Er ontstaan nu allerlei verhalen over mensen die problemen krijgen na die coronavaccinatie, omdat hij zijn de 82 met onderliggend lijden. Nou, ik denk dan toch dat je een hele toffe vader hebt. Dat ik hou nogal van social media en ik volg best wel wat mensen. En of het nou schrijvers zijn, journalisten zijn, maar die in ieder geval het gevoel hebben, in ieder geval weldenkende mensen, die het gevoel hebben, ik zit in die risicogroep en die vinden echt dat we met z'n allen sociaal moeten zijn, dus met z'n allen die prik moeten nemen. Ja, en maar... ook in mijn directe omgeving, is dat toch het algemeen beeld van als je niet laat vaccineren, dan behoor je tot de mensen die een beetje asociaal zijn. Ja, en ik denk dat zo meteen in oktober echt de sfeer gaat omslaan. En wat nu is het allemaal nog leuk, het is lang licht en het is lekker warm en de cijfers gaan naar beneden. Die al vanaf december naar beneden gingen en in elk jaar naar beneden gaan, omdat dat nou eenmaal zo werkt. Seasonality, omdat dat nou eenmaal zo werkt. En nu wordt het gegooid op de vaccins, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Want waarom denk jij dat dan in oktober... Wat denk jij wat er dan graag... Ik volg weer heel even gewoon de mening van de groep. Die denkt, perfect, want dan zijn we gevaccineerd. Dus er gebeurt dan niks meer. Ja, dat denk ik niet. Kijk, sowieso, omdat het seasonality is, ga je dan weer allemaal sniffende en kuchende mensen krijgen. En omdat het griepseizoen dan weer begint. Ja. En dat kan dan worden gekoppeld aan, denk ik, aan een of andere variant van het coronavirus. En dan wordt er weer gezegd, oh, misschien moeten we nu maar een derde prik doen, een booster. En dan zit je al in die trein van die vaccins nemen. En dan is het ook heel makkelijk om weer tegen de mensen te zeggen, ja, doe ook maar weer een mondmasker op. Het is allemaal zo gevaarlijk. En dan heb je dus mensen die zeggen, ja, maar er is een heel groot risico op het nemen van een vaccin. En mijn eigenlijke feitelijke risico op corona is wat Van Dissel zegt, namelijk 98% niet of nauwelijks last. En dan wordt het toch tegen die mensen gezegd, denk ik, in die periode, van ja, jij bent asociaal. En dan is het niet meer zo leuk als het nu is.
Maar dan zit er... Dan zit er ja, al... je bedoelt eventjes, dan wordt eigenlijk de groep die niet gevaccineerd is, krijgt dan de schuld. De outcast. Als het dan toch nog niet helemaal uitgebannen is of met de hamer kapotgeslagen is. Ja, wat dus eigenlijk niet zou hoeven bij zoiets als dit. Maar goed. Nee, maar dat is dan wel de perceptie. Dat is denk ik dat de perceptie gaat worden, ja. Ik weet, jij bent heel degelijk, maar ik wil het je toch vragen, omdat dat natuurlijk op social media enorm rondzinkt, met artsen, dokters die behoorlijk kundig zijn. Die zijn ook heel bezorgd, maar iets anders dan wat jij nu zegt. Die zegt, het slaat agressiever toe bij mensen die gevaccineerd zijn. Ja, wil jij daar je vingers niet aan branden? Nou, niet een harde uitspraak. Maar ik hou natuurlijk nu wel een beetje, omdat ik ook een update wil schrijven voor het e-boekje, vinger aan de pols. En dan hoor je dat het inderdaad juist precies die spikes zijn. Die, die nou net het probleem vormen. En ook het hele lichaam gaan doorreizen. En niet alleen in die arm blijven zitten. Dat klinkt toch wel echt wel stevig wat ik lees. Ja, misschien toch als we dat even toelichten. Hè? Dus bij een deel blijft het in die arm, verdwijnt het. Maar bij een deel gaat hij door het lichaam heen reizen. En dan kan het dus op een gegeven moment echt problemen geven. Ja, en die spikes worden gemaakt naar aanleiding van het vaccin. Dus dan ben je hartstikke gezond. En dat is dus een grootste deel van de bevolking. En dan laat je je inspuiten met een vaccin. En dan komen die spikes. En dan gaat het lichaam erop reageren. Maar die spikes, dat wordt dus nu steeds meer gezien als eigenlijk een ontzettend belangrijk ziekmakend probleem. En als dat dan door je lichaam gaat reizen, ja, Dick Bijl zei, ik wacht nog even af. Ik zeg dat ook, ik wacht nog even af. Plus, ik zie mezelf. Nou, want even, we zijn zeg maar met een heel groot groepsexperiment bezig. Ja, dus we hebben eerst fase 1. Hij was in heel korte tijd goedgekeurd. We hebben het heel veel mensen hebben het gekregen. En dan moeten we dus nu eigenlijk gaan uitzweten, wat zijn dan de gevolgen? Nou, dan zie je op internet best al wel wat bezorgde berichten, die ook heel vaak verdwijnen. Ik heb ook jou gevraagd, willen we het daarover hebben of niet? Jij zegt, ik vind dat toch ook een beetje moeilijk, juist omdat jij zo degelijk bent. Maar er zit wel toch ook wel een lijn waarvan ik denk, wow, dat is toch zorgwekkend. Ja, het is verontrustend. Als je nou gewoon naar de cijfers kijkt, ik heb er wat cijfers bijgepakt. Ja. Misschien is het leuk om dat even te vertellen. Als je nou alle cijfers van het Rijksvaccinatieprogramma van 2010 tot en met 2019, want die van 2020 zijn nog onbekend, optelt bij elkaar, cumulatief. Als je dat ook doet met influenza, dat gaat jaarlijks over, hè, dus bij die Rijksvaccinatie heb je het over ongeveer 2 miljoen mensen. Bij die influenza komen daar nog 3 miljoen mensen bovenop die dan die griepprik krijgen. Ja. Als je nou die griepprikgroep afzet tegenover de coronavaccins. Ja. Maar wel alle influenza van 2010 tot en met 2019, cijfers van het LARIC, bij elkaar optelt. Dat is dus eigenlijk niet eerlijk, maar wel interessant om te doen. Waarom is het niet eerlijk? Nou ja, je zou eigenlijk misschien 1 jaar moeten doen en dan 1 jaar corona er tegenover. Ja, dus je geeft eigenlijk het griepvaccin een voordeel. Ja, een enorm voordeel van 9 jaar. Ja, dus je. Als je dat doet, je telt een hele berg bij elkaar op en je zet daar dat ene coronavaccin tegenover en je gaat kijken naar sterfte en bijwerkingen, dan kom je er dus op uit, tot nu toe, cijfers van het LARIC, dat de sterfte 52,3 keer hoger is en de bijwerkingen 48,2 keer hoger zijn. Waarbij je ook nog kan afvragen van, worden alle bijwerkingen nu wel netjes opgeschreven? Nou, hoe dan ook, als je die cijfers... Ja, ook daar gaat veel over rond, hè, dat mensen, dokters, daar heel bezorgd over zijn. Ja. En eigenlijk in alle landen van, ik probeer te melden, maar ik kom er niet doorheen. Ja. Het wordt niet serieus genomen. Of ga het zelf maar eens melden. Dan moet je de 8 pagina's heen werken. Ja. Als je ziek bent, heb je daar misschien ook niet zoveel zin in. Maar soortgelijke cijfers hoor je over Amerika. Daar zijn de getallen natuurlijk groter. Dan gaat het over 5000 doden. En er was iemand, en die ging eens informeren bij die club die dat registreert. VAERS heet het daar. En, dat is het LAREP van hier. Bij wijze van spreken. Ja. En daar zei ze, die 5000. Wij denken dat het eerder gaat om 20.000. Hoe dan ook, ging het ook daar om dat soort enorme getallen, misschien nog wel groter dan bij ons. Ik noemde dus 52 keer, 48 keer. Dat zijn toch echt enorme getallen. En dat is notabene als je dus alles bij elkaar optelt wat betreft die influenza.
Dus als ik dat hoor, nu al, terwijl in het hele begin, toen ik ook met het boekje bezig was, waren mensen vooral bang voor de lange termijn effecten. Ja. Zei ze, ja, we zijn nog niet eens uit fase 3 en we gaan het vaccin uitdelen, maar wat doet het over 10 jaar? Bij dit boek, Mexicaanse griep, heb ik met allerlei mensen gesproken. Neonatoloog bijvoorbeeld, een dame die niet werd uitgenodigd door de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad. Die werd voorgezeten door een professor. Ik ben naar die professor toe gegaan. Maar ik ben ook naar die dame toe gegaan en die zei toen al, in 2010, we moeten gaan kijken over 10 jaar, bij kinderen van 10 jaar, die nu geboren worden, of er niet problemen zijn. Nou, verdomd, al veel eerder dan 10 jaar ontstond er narcolepsie. Ja, dat was misschien... Wat is dat? Dat is slaapziekte, dus dan val je in één keer om. Wow. Ja, en dat schoot in één keer omhoog. Het gebeurde niet heel veel, maar het gebeurde wel duidelijk. En in bepaalde landen krijg je gewoon de rest van je leven, als je dat Mexicaanse griepvaccin hebt gekregen, je ziektekosten vergoed, omdat zij die link leggen. Wat ze niet doen in Nederland, er worden rechtszaken overgevoerd tot op de dag van vandaag. De overheid heeft al geld gereserveerd. Maar er is toen doelbewust een risico genomen, terwijl ook al bekend was dat die Mexicaanse griep eigenlijk een griep van niks was. Omdat we al konden kijken hoe het ging in Australië, waar ze voor liggen met het seizoen. En toen wisten ze al, het wordt niks. Toch is er heel flink gevaccineerd in Nederland. En hebben dus mensen narcolepsie ontwikkeld. Maar er had ook niks kunnen gebeuren, er had ook iets heel anders kunnen gebeuren. Hoe dan ook, neem je een heel groot risico, toen met een griepje van niks. En nu dus met een probleem waar in principe 98% van de bevolking voorbij gaat. Ja, maar ik denk toch dat de perceptie is, schaadt het niet, dan baat het niet. Ja. Weet je wel? Ja, ik doe het voor mijn moeder, ik doe het voor mijn oma. Ik op vakantie. Die hoor je ook heel hele vaak. Dan kan ik weer gaan reizen. Ja. Weet je wel? Dat is volgens mij nog niet aan elkaar gekoppeld. Hè? Dus je kan nu ook nog steeds reizen. Ja, als je een test doet, want dit is natuurlijk het begin. Ja, met een PCR-test. Ja, dit is natuurlijk het begin van de testsamenleving. En het is het begin van de vaccinsamenleving. En het is het begin van de situatie zoals die al in Israël is, waar je ook een beetje vooruit kan kijken, waarin je gewoon niet binnenkomt in allerlei... Ja, ik zou helaas willen zeggen van, je bent best wel somber. Maar in de voorbereiding hier kwam ik op het rapport. Ik zou echt mensen, dit wordt vast niet van het net afgehaald, 100 Days Mission... Omdat het gemaakt is door Melinda Gates. Nou, Melinda Gates, maar dat is helemaal zo'n samenleving wat jij net beschrijft. Dus met vaccinatiepaspoort, binnen 100 dagen ratseklat, ze hebben het vaccin. Kunnen we iedereen weer vaccineren en hebben het opgelost. Ja, en als je niet meedoet, dan krijg je dus een rode balk op je telefoon. En dan kan je niet naar de sportschool en al helemaal niet meer. Maar dit viel toch een beetje onder de categorie de wappies, zeg maar. Dat verhaal van haar? Nee, van dat we in zo'n samenleving terecht zouden komen. Oh, maar... ja. Zeker, ja, dat, absoluut. Want, en dat ging ook heel snel. Want een jaar geleden zat ik nog te twitteren over documentaires over China, waarin die balken op die telefoon zichtbaar zijn. En, balken op die telefoon? Ja, dan wil ik net zeggen, een groene balk op je telefoon. Oh, van ik mag wel, ik mag niet erin. En toen waren ze een kritische journalist aan het volgen en die mocht zijn provincie niet uit. En als je nog kritischer bent, dan heb je nog minder burgerpunten, want dat zit een citizen score. En dan mag je stad niet eens uit. Maar het is nu denk ik zelfs ook redelijk breed gedragen, omdat mensen het idee hebben van, ja, dan is het veilig. Ja, nou ja, dat is dus de angst. En als ik dan met cijfers aankom voor het boek Prikken Ja of Nee, dan botst dat een beetje met die emotie. Want ondanks dat de hele emotie van maart 2020 eigenlijk al daar geen reden voor was, en ook in andere landen lockdowns niet zijn gebeurd en toch hetzelfde verloop is geweest van het virus, en ook de sterfte enorm meeviel. Ja, die 0,15. In absolute cijfers is het volgens mij in Nederland iets van 17.000 of 18.000 doden. Maar als ik het aan mensen gewoon vraag, dan denken ze 400.000, zeg maar. Dus het is en als je wereldwijd gaat vragen, dan hebben ze het over miljoenen, over tientallen miljoenen. Ja. Maar ze hebben geen idee dat bijvoorbeeld die cholesterolmythe, waar we het vorige keer over hadden... doden vallen daar? Jaarlijks gaat dat over tussen 18 en 20 miljoen mensen wereldwijd aan hart- en vaatziekten alleen al. Dat is 1/3 van de hele sterfte van de wereldbevolking. 1/3 sterft aan hart- en vaatziekten. Dat zijn 18 tot 20 miljoen mensen. En een fractie daarvan is corona, van dat getal. Ja. Maar dat weten mensen helemaal niet. En daarom was het ook zo oneerlijk om... iedere keer, niet alleen bij corona, maar daarvoor bij de Mexicaanse griep en eerder bij SARS en vogelgriep, door Ab Osterhaus te wijzen op die Spaanse griep. Want toen ging het over percentages van 2,7 tot 5,5. Als je die 5,5 vertaalt naar de wereld van vandaag, dan heb je het geloof ik over, uit mijn hoofd, 430 miljoen mensen. Dat zit een beetje in de perceptie bij de man in de straat, die niet kan wachten tot een vaccin. Maar de kans op cholesterol...
door levensstijl. En maar dit is cholesterol, dat geldt ook voor diabetes of dat je obesitas ontwikkelt. Heb je zelf in de hand. Dat is dus door voeding, ja. Bewegen. Ja. Nou, mag ik vragen, hoe oud ben jij? 51. Nou, je ziet er fantastisch uit, dus neem ons mee van wat zijn dan middelen of hoe moet je leven? Dat je dus niet bij de partij hoort of bij de groep hoort met onderliggend lijden. Ja, en dat is daar het, waar zeg maar eigenlijk veel meer mensen sterven, ja. Dan aan corona. Dus eigenlijk zou je, ja. Veel meer angst moeten hebben daarvoor. Nou ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel een verschil tussen een infectieziekte en geen infectieziekte. Dus wat dat betreft is het niet... Ik heb het nu over sterfte. Dus als je kijkt van hoeveel mensen precies, sterven. Maar, om... maar het is inderdaad natuurlijk... De een is door een infectieziekte. Ja. En het andere is door levensstijl. Maar de overeenkomst is wel inderdaad verzwakking. En dan ben je kwetsbaarder voor ook die infectieziekte zoals corona. Of om cholesterol te ontwikkelen. Absoluut. Of om diabetes te ontwikkelen. Kortom, je moet zo sterk mogelijk zijn. Desalniettemin, ondanks dat gebrek aan sterkte misschien bij de mensen, delen van de Nederlandse bevolking, is toch nog 98% niet of nauwelijks kwetsbaar. Toch sterk genoeg. Toch sterk genoeg, kennelijk. Ja. Maar het is wel heel belangrijk inderdaad om te werken aan je persoonlijke kracht en je bewustzijn op dat vlak te vergroten. Nou, daar heb jij eigenlijk dit boek over geschreven, dus daar ben heb je veel kennis, zeg maar, tot je genomen. We hebben niet super lang meer, maar wat zijn een beetje zo wat je zegt, hoog over. Je hebt hier het team ook al geïnspireerd. Dat mensen, hé, ik heb jouw tips gevolgd aan. Dus ik bedoel, de andere is toch ook soms wel somber en zwaar. Maar ook, hoe kunnen we als mensheid ieder voor zich ervoor zorgen dat die sterker wordt? Ja, je toekomst is denk ik inderdaad somber, maar je kan daar binnen verstandige keuzes gaan maken. En dan begint het inderdaad denk ik bij voeding. He, dus kies voor voeding die ook weer in de lijn ligt van die natuur. Dus dat is het meest simpele nog wat je zou kunnen doen. Kijk naar de natuur. Wat deden die oude volken die dus bezocht zijn, waar ik uitgebreid over spreek in het boek. 80 tot 100 jaar geleden pak een beetje zijn die bezocht. Wat was hun geheim? Dat vertelde ik al een beetje net. Grote hoeveelheden vette vitamine mineralen. Wat doen wij? We gaan aan de minima zitten. Ja, maar voor jou zijn vette mineralen dingen allemaal zo logisch. Concreet. Ik wil gewoon weten, wat moet ik 's ochtends eten? Wat moet ik 's middags eten? 's avonds? Wat is... Anders blijft het abstract. Ja, oké. Okay. Wat doe jij? Zo kort kan je het eigenlijk niet vertellen, maar ik wil zo kort mogelijk door de bocht gaan. Ja, maar anders wordt het toch weer zo abstract. Nou ja, is ook zo. Maar ondertussen begeleid ik ook mensen 1 op 1, een half jaar lang. Weet je, je vertelt niet zomaar het hele verhaal in 1 keer. Maar bijvoorbeeld heel concreet als je zegt ontbijt. Omdat ik al wat ouder word, dacht ik op een gegeven moment, ja, ik eet heel goed. Maar ik eet eigenlijk, zoals de Belgen zeggen, van het goede te veel. Dus toen ben ik gaan kijken en toen dacht ik van, nou, dat ontbijt, dat is slim om dat eruit te halen. Want als je dan niet meer eet vanaf de avond en je slaapt, dan word je eigenlijk slapend gezond, bij wijze van spreken. En je slaat het ontbijt over, dan kan je zomaar 10, 15, 16 uur niet hebben gegeten. Ondertussen kan je lichaam zich schoonmaken. Een heel groot deel van het verhaal is inderdaad wat je wel moet doen. Tot en met supplementen aan toe. Maar ook wat je niet moet doen. Ook wat je niet moet doen. Je moet heel veel dingen niet eten. Maar het even ook toch om hierbij maar stil ook te staan. Tijd geven voor opruimen. Ja, voor opruimen. Want als je hele tijd iets eet of drinkt, dan is het lichaam heel bezig met digesten. Ja. Dus dan geef je eigenlijk geen tijd om, als er ergens een ontsteking zit of iets moet repareren, dan heeft hij gewoon even de tijd en de rust. Ja. Om dat op te lossen. Ja, absoluut. Dat is een van de kernen van wat dan heet intermittent fasting. Ja. Want dat is een beetje de truc waar ik het over heb. Ja, dat is een beetje een hip woord geworden. Maar dat komt echt uit die oudheid. Omdat we erachter zijn gekomen, dat deden ze toen ook al. En break fast. Ja. Weet je, het woord zegt het al. Je breekt de fast. Fast, hè? Dus dat. Ja. En het leuke is als je hem dan met de lunch gaat eten. Wat bij mij de grootste maaltijd is. Want dan ben je ook, zeg maar, als je kijkt naar het verloop, het meest aan het doen. En dan is het goed om in de avond al wat lichter te eten, een salade bij wijze van spreken. Dan heb je ook echt trek. Heb je echt zin in eten. En het mooiste is nog, dat is een soort overtreffende trap. Vertel ik ook in een soort jaarprogramma waarin ik tips met e-mail geef. Is dan ook om tijdens de periodes daartussen ook niks te eten. Dus ook niet te gaan snacken. Maar als je goed eet tijdens de lunch, heb je ook niet zoveel trek tussendoor. En dan eet je nog weer je avondmaaltijd. Daarna ga je naar bed. Op die manier kan je best wel. Maar je mag dan die lunch mag ook best wel veel zijn. Ja, hè? Maar het is vooral groenten.
denk ik. Ja, vooral groenten, maar ik ben ook helemaal niet bang voor een goed stuk vlees of een goed stuk vis. En neem dan ook bijvoorbeeld, detail, maar neem dan ook bijvoorbeeld sterke vissen. Dus niet van die zachte zoetwatervissen. Je ziet het al bijna voor je. Maar flink hebben moeten zwemmen. Ja, neem die sterke die in het ijskoude water moeten zwemmen. Dat soort vissen bijvoorbeeld, hè. Inderdaad, goed stuk vlees. Ontzettend goed voor je. En tijdens die lunch neem ik ook mijn supplementen, want die doe ik er ook wel bij. En dat komt omdat ik dan wel gecoverd heb dat ik mijn tekorten afdek. Maar dat is dus ook, zeg maar, de visie van de overheid wereldwijd, hoor. Dat noemen ze de ADH's, de algemeen dagelijks aanbevolen hoeveelheden. Die zijn bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is vitamine C. Die zijn zo laag, die ADH's, dat je geen scheurbuik krijgt. Interesseert me helemaal niks om geen scheurbuik te krijgen. Ik wil weten, in hoeverre kan ik zorgen dat die vitamine C voor mij gaat werken? Ja, dat ik zo sterk mogelijk blijf. Ja, exact. En dat die gaat bouwen aan het collageen, zodat mijn hart en vaten sterk blijven. Hè, dat heb ik hier. Ja, ik denk ook dat best veel mensen in één keer over vitamine D hebben gehoord, over zink hebben gehoord, vitamine C. Nou, er zijn ook een aantal dokters die beweren ook, nou ja, je kan het gewoon behandelen met HCQ. De corona, ja. Ja, ivermectine. Ja. Gecombineerd met vitamine D, C, zink. Dus dat die vitamines, die spelen toch, en mineralen, spelen toch een hele grote rol. En die dagelijkse hoeveelheid, die zit heel vaak een beetje aan de ondergrens. Ja, precies. En dan dek je af dat je niet ter plekke neervalt. Maar er is ook iemand die heet Bruce Ames. Dat is een 80er, een wetenschapper. En die heeft ontdekt van, ja, er zijn eigenlijk twee schakelmomenten in het lichaam. Dat je niet ter plekke dood neervalt, maar dat je ook voldoende hebt om gezond oud te kunnen worden. En wat je heel vaak ziet, en dat was ook de motivatie. Uiteindelijk is mijn moeder ook ziek geworden, die is overleden. En mijn vader werd steeds zieker. Allemaal motivatie omdat je ziet hoe het niet moet. Ja. Ik wil niet in een schuine streep naar beneden vanaf mijn 40ste. En dat is wat je heel vaak ziet. En dat heeft er dus mee te maken, om gezond oud te kunnen worden, heb je eigenlijk voorraden nodig. Je hebt eigenlijk surplus nodig, je hebt meer nodig. Nou, en dat kun je doen door ten eerste heel verstandige keuzes te maken in die voeding, maar daarbovenop nog eens een keer met hele slimme supplementen te gaan werken. En in heel specifieke gevallen had je het over HCQ en corona. Die vriendin van mij is dus recent ziek geworden, dus ik heb haar ook uitgebreid gesproken erover. En die zei ook van, nou, als je nou slim bent, die HCQ mag je niet kopen of dat is niet beschikbaar. Koop dan in ieder geval quercetine. Ja. Dus dat heb ik nu ingeslagen. Misschien nog even herhalen, want ik denk dat veel mensen deze tip willen. Ik heb het ook. Quercetine, met een Q-U-E. Ja. Quercetine. Dus dat potje is nu naar me onderweg. Die zink nam ik al. Ja. Ik heb het hier ook staan. Gewoon elke dag tijdens na die maaltijd neem ik ook nog de zink erbij. Ja. Dit is vitamine K. Daar pleit ik erg voor, naar aanleiding van een gesprek met een vitamine K. K staat voor kalium. Nee, dat is gewoon vitamine K. Heet gewoon vitamine K. En ik ben een van de grootste experts ter wereld geweest. Gelukkig een Nederlander waar ik naartoe kom. In Maastricht ben ik geweest aan de universiteit. En die liet zien dat dus met die vitamine K, het gaat mij niet om dit merk, zelfs nog met terugwerkende kracht dingen voor elkaar zijn te krijgen. Dat ging in dit geval om, ja, dat het lichaam het repareert. Ja, dus dat ging bijvoorbeeld echt aantoonbaar. Vaak gaat het over muizen. Nee, dit ging over vrouwen, groep vrouwen. Die hadden al aderverkalking. En dat werd gewoon minder door het gebruik van de vitamine K. Dat is één voorbeeldje. En als je zelf ook voldoende vitamine C geeft, dan bouw je op. Dus dan kan het zijn dat je, als je ouder bent, gezonder en sterker bent dan toen je jong was. Ik heb het zelfs laten meten met mijn hart. Ja. Mijn hartleeftijd en die is verbeterd. En die is verbeterd. Ja. Normaal gesproken tellen ze 20 jaar op bij je hart en vaten. En daar heb ik ook allemaal rapporten van gezien. En toen ging ik afgelopen zomer doen. Toen was ik 50. En had ik verwacht van, nou, het zou zomaar 70 kunnen worden. Maar het was geen 70, geen 60, geen 50. Ook geen 40, ook geen 30, ook geen 20. Het was 16, was nauwelijks vertoond. Dus ik heb ook die importeur gebeld, die ook echt verbaasd was om te vragen hoe dat nou precies zat. Maar ja, het schijnt wel voor te komen. Ja, eigenlijk alle diegenen die ik volg in podcast, is het allemaal overkomen. Hebben allemaal hun leeftijd teruggedraaid. Allemaal door gezondheidsinterventie. Reverse aging heet dat. Ja, reverse aging. Dat is ook wat ik bedoel. Telomeren worden langer. Ja. En je bent dus, je bent eigenlijk fitter. Je wordt ouder, maar je wordt steeds fitter. Dus het is mogelijk. Ja, en die gezonde volken die ook door deze man zijn bezocht, Weston Price, die is de hele wereld overgegaan, specifiek naar plekken waar het heel goed ging, om die kunst af te kijken. En daar gebeurde het ook. Werden mensen lang oud en ze bleven ook helder, hè? Het waren juist de wijze oude mensen van het dorp, waren de ouderlingen.
En hoe vaak komt dat nu nog voor? Dat mensen op 80-jarige leeftijd heel scherp zijn en jou vertellen hoe het zit. En jou, maar dat zouden ze wel moeten kunnen, omdat ze zoveel levenservaring hebben. Ja, in plaats van dat het steeds dat verder het steeds, weg ja, en tot dementie komt. Ja. Toch wil ik je even iets vragen, nog iets over, ook over corona. Dus ik heb huisarts Els van Veen geïnterviewd. En dan heb ik het ook over HCQ gehad en Ivermectine. En zij gaf aan, wij krijgen als we het voorschrijven zelfs een boete van €150.000. En dat is wereldwijd eigenlijk nu aan de hand. Ik weet, jij wil het eerst altijd heel degelijk uitgezocht hebben, maar wat zegt jouw onderzoekshart hier? Wat is hier aan de hand? Ja, dat een middel dat al 40 jaar wordt gebruikt. In Amerika geloof ik, of in ieder geval wereldwijd, laten we het aanhouden, 4 miljard keer is toegediend. Dat wordt dan niet toegediend omdat het in het begin van de coronaperiode zou moeten toegediend. Als iemand net corona krijgt. Ja, dan moet in het begin. Ja, en dan een relatief hoge dosis en dat zou dan gevaarlijk zijn. Het wordt dan zo gevaarlijk gezien dat er een boete op wordt gezet van €150.000. En daartegenover wordt een experimenteel vaccin gezet. Ook hier is al een experimenteel vaccin gebruikt. Maar ook nu experimenteel, nog nooit eerder toegepast. En daarna bestaat al een hele tijd. De Lancet heeft daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè? Want die heeft dat onderzoek gepubliceerd van dat het zo slecht zou zijn. En daarna hebben eigenlijk alle artsen hun vingers ervan afgetrokken. Door dat onderzoek van de Lancet. Ja, daar ken ik de details even niet van. Maar in ieder geval kun je het echt experimenteel noemen. En moet je dat dan zo massaal gaan uitrollen terwijl er ook medicatie voor is? Of dat je inderdaad mensen een tip kan geven van gebruik zink en zorg dat je sterk bent? Ja, maar mensen lachen je bijna ook weg. Hè, omdat natuurlijk de angst zo groot is gemaakt. Zo van, ja, alsof ik het met zink en vitamine C en D op kan lossen. Ja hoor. Goede wedstrijd. Ja, nee, maar je kan wel heel veel doen in de fase van de preventie om niet ziek te worden. En als je ziek wordt, dan zijn er dus inderdaad wel artsen die daar oplossingen voor hebben. Ik steek mijn hand daar niet voor in het vuur, maar je hoort daar echt goede verhalen over. Dus dat wil ik nog gaan onderzoeken. Inderdaad heb je dat dan over die HCQ of over die ivermectine. En tot die tijd, als het niet te koop is, koop ik zelf een potje quercetine. En als de nood aan de man is, gebruik ik dat. En tot die tijd probeer ik gewoon zo sterk mogelijk te zijn. En voel ik mij tot die 98% groep. En als je dan ook ziet wat... Dat zijn zeg maar de risico's. Want heel veel mensen maken nu in hun hoofd een risicoafweging tussen het gevaar op corona en het mogelijke gevaar van het vaccin. Maar ze hebben eigenlijk geen idee van het mogelijke gevaar van het vaccin en hoe experimenteel... Wat dat moet nog blijken, ja. Ja, maar het blijkt dus nu al een beetje. En hoe experimenteel dat wel niet is. En hoe eigenlijk klein hun risico is op corona. Zelfs mijn eigen vader, die zou dus een hoog risico lopen. Misschien wel tot wel 15%. Want die is in de 80, hè? Ja, die is in de 80 en die heeft onderliggend lijden. Maar daar staat tegenover die 15% staat natuurlijk altijd 85% van dat het goed komt. Dus, we gaan maar even terug naar jouw ritueel. We hebben de middagavondeten, dus jij zei licht. Daar zou ik wat lichter eten, ja. En dan zou ik echt die middag gebruiken, omdat je dan toch, de verbrandingsmotor staat het hardst. Dan neem ik ook de meeste supplementen. Dan denkt mijn lijf nog meer van, jeetje, wat heeft hij gezond gegeten. En dan eet ik inderdaad wat lichter aan het eind van de avond. En dan is het mooi als je dus inderdaad daarna gaat slapen en volgens die lunch overslaat. In het begin is dat nog een beetje moeilijk, maar op een gegeven moment wen je eraan. En krijg je dus ook meer trek met de lunch. En dan eet je eigenlijk ook smaakvoller. Dus dat is gewoon een van de trucjes, een van de dingetjes die je slaap, kan doen. Hoe belangrijk is dat? Ja, slaap is cruciaal belangrijk natuurlijk. Dus ook heel veel mensen hebben slaapproblemen. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het hoofd maar de hele tijd aan het malen is. Dus je moet eigenlijk al wat langer gaan afremmen. Het is nu ook lastig omdat het zo lang licht blijft. Dan ben je nog iets helderder, maar... Maar heb je daar nog wat tips voor? Of wat doe jij zelf, zeg maar, om toch te zorgen dat je goed in die slaap komt? Nou, een van de 100 trucjes die ik heb is dat ik bijvoorbeeld werk onder een daglichtlamp. Dus die boek heb ik geschreven onder een TL-balk waar daglicht uitkomt. Dat is heel ander licht dan kunstlicht. Dan kunstlicht, want dat is maar een heel klein deel van het spectrum. Ze noemen het dan ook vol spectrum licht. Ja. Zodra je buiten komt, heb je daglicht. Dat zit in de lamp van mij, maar die gaat wel op een gegeven moment uit... Want als ik om 10 uur nog onder die lamp zit, dan kan ik natuurlijk niet. Want dan ga je geen melatonine aanmaken. Ja, nee, dan slaapt mijn lichaam er niks van en dan lig ik nog heel lang wakker. Dus dat zijn kleine dingen waar je op moet letten. Je moet inderdaad gaan afbouwen richting die slaap.
En op die manier zorg dat je goede nachtrust voor elkaar krijgt. Maar ik had laatst ook al een cliënt van me en die volgde alleen al het supplementdeel op van wat ik adviseer. En zijn slaap was al enorm verbeterd, omdat hij niet, ik weet niet hoe het kan, maar niet iedere keer het toilet ook uit moest, het bed uit moest om naar het toilet te gaan. Nee, klopt. Ik heb dat ook toen ik begon met supplementen. Toen verbeterde dat bij mij ook. Dus het is toch een tekort aan B of D of zink. En die combinatie daarvan, waardoor dat lichaam het toch beter snapt en niet inderdaad... Je moet je lichaam geven wat het nodig heeft. En ook dat tekort. Is een beetje zoektocht vaak ook, wat heb ik dan tekort? Maar ja, dat leg ik allemaal hierin uit. En daardoor zeg ik ook op een gegeven moment van, als je naar die supermarkt ingaat, probeer echt te kijken met de blik van je lichaam. Daarom heet het boek ook Weet wat je eet, zodat je het eerst snapt. Maar vervolgens internaliseer je het. En dan ga je inderdaad veel meer kijken met, nou, mijn lichaam wil eigenlijk dit. Mijn verstand is misleid en zegt, ik moet 6 boterhammen eten, want dat zegt het voedingscentrum. Mijn verslaving zegt, ik moet die suiker pakken. Mijn andere verslaving zegt, ik moet die chips pakken. Maar wat blijkt, als je nou chips in huis hebt, dan ga je het ook opeten. Dan voed je de verkeerde bacteriën. Die bacteriën die krijgen op een gegeven moment te weinig voeding. Die geven echt dat zeurgevoel. Dus die onderzoekers die dat hebben onderzocht, die hebben het ook over puppet on a string. Ja. En dan ben jij de puppet on their string. En dan loop je naar die kast. Maar als het niet in die kast ligt, kan je het er ook niet uithalen. Ja. En dan gaan die bacteriën uiteindelijk sterven die af. Ondertussen eet je wel wat anders. Dat die kolonies die worden dan groter. En op die manier kan je al binnen 48 uur kan je al veranderingen voor elkaar krijgen. Dus er is echt hoop. Ja. Ik vind dat er wel een rode lijn begint te komen in jouw werk. Zie je dat zelf ook, hoe het een eigenlijk grijpt in het ander? He, dus die voeding blijkt eigenlijk de basis te zijn. Ja. En toen ben je met die cholesterolmythe bezig gegaan. Maar het zijn ook veel misinformatie, misstanden, kennisgebrek. Ja, en notabene gestuurd door de overheid en een gebrekkige media. Het is zo teleurstellend dat de mensen die wij notabene betalen aanstellen om dat te doen, falen. En dan wordt er vaak gekeken naar de kop van Jut van Rutte of Grapperhaus of De Jonge. Maar het zijn natuurlijk de Lilian Marijnissen van deze wereld. De Lilian Ploemen van de PvdA. Het zijn Wat hebben die gedaan? Nou, die stemmen mee met al die voorstellen. Als die dwars liggen in de Tweede Kamer, dan was er geen lockdown geweest, geen mondmasker en alle andere grappen. En dat gebeurt ook in de Eerste Kamer. Dus dat is notabene de backup. Dat is notabene de veiligheidsclip bij de veiligheidsclip. Ja, maar ik denk ook dat die gewoon heel veel van dit soort kennis niet hebben. Je ziet het ook nu bij de sms'jes van Rutte. Weet je, ja, mensen zijn, die lezen ook gewoon maar wat nieuws hier en daar, een flart. En daarop doen ze het. Dus juist dat degelijk onderzoeksjournalistiek is zo cruciaal. Voor de maatschappij, ja. Dus daarom vind ik het ook zo ontzettend teleurstellend dat het zo werkt. En daarom hoop ik ook echt dat dat goed komt. Maar het zijn die mensen geweest en dus ook de media waarvan gewoon ze zelf hebben gezegd van we volgen het narratief van de overheid, die ons in de steek hebben gelaten. Dus doe het zelf. Grijp je eigen verantwoordelijkheid. Want door zo diep, dat is bij Dick Bijlen ook, hè, door er zo echt diep in te duiken, dan is het niet slaapzacht. Er wordt goed op je gelet. Ik vind uit jouw werk komt, dan zijn er best veel misstanden waar je wantrouwig over kan zijn. Maar dat slaapzacht, dat effect komt uit een soort van papa en mama zorgen voor me. En dat komt natuurlijk uit die opvoeding. Maar op een gegeven moment moet je dus eigenlijk net als in de opvoeding, moet je een kind, ik heb geen kinderen, maar die moet je begeleiden naar het volwassen worden. Dat lijkt mij als je het goed doet. En dan word je volwassen en dan kan je zelf beslissing maken en dan word je zelfstandig. Maar ik denk dat er voor je wordt gezorgd, ook vaccin. Ja, het zal wel goed zijn, anders geven ze dat toch niet. Exact. Medicijn voor cholesterol, het zal wel goed zijn, anders geven ze dat toch niet. Slaap. Ja, zo heb ik altijd gedacht over voeding, want daarvoor zat ik dus in de geopolitieke onderwerpen. En op een gegeven moment dacht ik van, wat gebeurt er eigenlijk op het bord van mij? En ik dacht ook, alles wat in de winkel ligt, dat zal wel oké zijn, want op een of andere manier is het goedgekeurd. En je kan dus hartstikke ziek worden van wat daar ligt. Dus moet je dat onderzoeken. En dan... Nou, Nestlé heeft toegegeven dat 92%, ik geloof dat ze 92% zeggen, van hun producten gewoon niet gezond is. Ja. Dat hebben ze nu toegegeven, omdat ze natuurlijk zorgelijk nu zijn wat er met Shell gebeurt, dat er rechtszaken kunnen komen. Waarin ze aansprakelijk gesteld gaan worden. Ja, hoe slapen die mensen? Ik weet het niet. Want hoe verdien je dan je geld? Hoe verdienen die vaccinmakers hun geld? Ja.
Met dingen die geen moeite kosten, hè? Makkelijk eten. Dat heeft natuurlijk, dat was natuurlijk de kern. Ja, en bij het cholesterolprobleem is het ook van, ik heb een cholesterolprobleem, ik ben patiënt. Ik ga een pilletje halen en dan komt het wel weer goed. In plaats van dat je gaat kijken van, ja, waar komt überhaupt het probleem vandaan? Wat is mijn rol daarin? Wat kan ik daaraan doen? Ja, je kan en dus dat is nu ook eigenlijk jouw e-book, hè? Prikken ja of nee. Dat is eigenlijk precies hetzelfde van de kennis die er is, boven tafel halen, je goed informeren. En dan kijken van, ja, ga ik het doen of niet? Dit zijn notabene openbare bronnen. Iedereen zou deze informatie op zijn minst of zelf moeten researchen of moeten lezen. Ja, maar jij bent er dag en nacht mee bezig. Niet iedereen heeft die tijd. Nou, dus daarom heb ik ook dat dank boekje, daarvoor. Daarom heb ik ook dat boekje gemaakt. Want ik snap het ook wel. Ja. Maar ik vind het wel vreemd dat het niet gewoon in de krant staat. Ja. Of op het journaal wordt verteld. Ja. Of dat Lilian Marijnissen zegt van, ja, tot hier en niet verder. Ja, nou, ontzettend bedankt, Daan. Dankjewel. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens.